Het is een dag vol hectiek voor voorzitter Pieter van Voort van voetbalclub Mierlo Hout. Als amateurclub krijg je PSV niet vaak over de vloer. Over gewoon 7 minuten opengooien. Als voorzitter wil je daarom dat alles tot in de puntjes geregeld is. Maar dan hou je ook iedereen tevreden. Ja, Fred. Alles goed? Ja, prima. Goed zo. Bij een 90-jarig bestaan van een amateurclub hoort een vriendschappelijke wedstrijd tegen een topploeg. Zo moeten ze bij de Helmondse club gedacht hebben. De keuze was simpel. PSV. De Eindhovenaren waren in 1994 ook al te gast in Helmond. Toen bestond de club 75 jaar. Bovendien wilde PSV ook wel meewerken aan een feestje. Ja, absoluut. Ze moesten afwachten van hoe dat de nieuwe trainer was. Of het in het programma paste. En het paste in het programma. En toen is er 30 juni voor gekozen om naar Mierlo Hout af te reizen. En terwijl de eerste fans al binnendruppelen, is vervolgd. Nee, ik heb geen stempel. Juist, dingen aan het regelen. De vriendschappelijke wedstrijd is dan ook een bijzaak voor hem. Ik geniet eigenlijk van alles wat er omheen zit. En als je ziet dat de mensen hier naartoe komen en plezier hebben. En als je ziet dan de aantallen mensen die hierop afkomen, dan geniet je van. En dan voetbal is dan maar een bijzaak. De wedstrijd zelf was zoals verwacht niet spannend. PSV won gemakkelijk met 10-0. Maar dat mag de pret niet drukken. Voorzitter Vervoort is tevreden en kan eindelijk zelf aan de champagne. Ja, we gaan vanavond doorfeest. Dus ik denk over een half uur is de grootste pubs. Die zijn naar huis en dan gaan we 1000 man gaan we nog naar het plein toe. En dan kan de voorzitter ook feesten. En dan ga ik ook feesten. Ja, hier. Ja.